zebra, van olifant tot gup. Het is zo avontuurlijk in de Jungle Club. Dag Jungle Club vrienden. Ja, ik kreeg allemaal mailtjes van jullie waarom ik Dieren Tirk nog niet ontdooid heb. Om eerlijk te zijn was ik hem een beetje vergeten. Hans de Visserman die komt vandaag op bezoek in Oude Hans Jungle Club. Hij komt naar mijn guppies kijken en hij komt vragen beantwoorden over vissen. Nou, dat en nog veel meer. Maar eerst moet ik dus Dieren Tirk gaan ontdooien bij de orang-oetans. In de Jungle Club. Een piranha, poes of panda, van volwassen dier tot pup. Een engert of een lieverd, alle dieren met vleugel, vin of schub. Bamboepil die helpt je van de regen in de drup. Met alle dolle dieren in de Jungle Club. Oh, Dieren Tirk staat er nog. Nou, ze eten bij ons in gevangenschap eten ze groenten en fruit. Dus een lekker tomaatje, maar inderdaad die nootjes die ze lekker vinden ook. Oh, fantastisch verhaal. Maar de orang-oetan, zijn die nou altijd alleen maar buiten? Nee, ze zijn ook wel eens binnen. Oh. Maar je mag wel met mij meelopen, want dan gaan we even naar Dorothee. Oh, dat is een goed idee. Gaan we ze binnen bekijken. Oh, dat is heel gezellig. Dag Dorothee. Hallo. Hey Dorothee, zou jij Bamboepil de binnenverblijf van de orang-oetans willen laten zien? Ja, natuurlijk. Want ik ga even een trui halen, want ik heb het toch een beetje koud gekregen. Beetje koud. Ja. Goed zo, we zien je later wel weer. Tot later. De binnenverblijven. Zo, dus hier zijn we achter de schermen bij de orang-oetans. Ja, dit is hun verblijf. En we gaan ze daar weer naar binnen vragen. En kijken wie er komt, want ja, je bent toch een beetje anders gekleed als wij. Dus het is altijd even de vraag wie er wel komt en wie niet. Oké. En dan gaan we ze even eten geven, want ze hebben hun ontbijt nog niet gehad. Oh, het ontbijt, ja natuurlijk. Ja. Fantastisch. Ja. Nou, hoeveel orang-oetans leven er hier? We hebben er 7. 7? Ja, de meeste mensen zien er maar 6, want het is pas een baby geboren. Hij is nog heel klein. Het is nog heel klein en meestal zit hij een beetje zo verborgen op de zij. En dan zien de mensen het. En wie deed dat nou? Dat was onze Juno. En die heeft er genoeg van al? Ja, die denkt... Bamboepil komt op visite, die zal ik eens even de deur voor dichtgooien. Ja, en hij denkt, waar blijft mijn ontbijt? Waar blijft mijn ontbijt? Nou, dan gaan we aan de slag. Zullen we aan de slag gaan? Ja, helemaal goed. Waar gaan we heen? Oké. We gaan even... Hier hebben we alles al klaargezet. We gaan even kijken... Dit is de bak van Bakko en dit is van Anak. Maar we gaan eerst even kijken of ze naar binnen komen. Ieder heeft zijn eigen bak met een eigen hoeveelheid. Met zijn eigen hoeveelheid. Je ziet, Bakko is de volwassen man. Die zit boordevol. En Anak, ja helaas, is al een oude vrouwtje. Dus heeft minder nodig. Ja. Dit is dus de vrouw met het jong. Dat is Jewel. Oké. En die, zie je, die zit alweer voller. Ja. En dit is van een jong mannetje. En Chinta. Geweldig. Ja. Nou, dan gaan we eerst eens kijken of ze binnen willen komen. Kom maar, Jewel. Ga maar door. Kom maar, Chinta. Sluiten we hem maar even op. Bakko. Kom maar kijken. Wat krijgen ze nou eigenlijk te eten, Dorothee? Dit is een speciale apenbrok. Okay. En er zitten heel veel vezels in. Dit is heel gezond. Het is goed voor de stoelgang. Maar er zitten dus ook fruitproducten, gedroogd, granen en vitamines. Oké, alles zit in deze brok. Eigenlijk alles zit in deze brok, ja. Oh, dus eigenlijk zouden wij mensen dat ook best kunnen eten. Nou, je kunt hem eten. Oh ja? Ja hoor. Oh, lekker. Lekker, hè? Ik neem er wel een paar van mee naar huis. Hartstikke goed. Hans de Visserman, die kan elk moment hier zijn. Ja, ik heb hem gevraagd om weer eens naar mijn park toe te komen. Kan hij gelijk even in mijn aquarium naar de guppies kijken? Want volgens mij
komen er kleine guppies aan. Hallo, Bamboebil. Hoe is het ermee? Ik stond al op je te wachten. Hartstikke goed. Hoe is het met jou? Ja, Bamboebil, net op vakantie geweest en ik voel me als een vis in het water. Ah, dat zeg je leuk, als een vis in het water. Ik dacht natuurlijk zo, kom, ik ga weer eens naar Bamboebil toe. Ja. En ik dacht, kan niet met lege handen komen. Niet met lege handen komen. Weet je wat? Al die gupjes in je aquarium, maar daar kunnen er toch nog wel een paar bij. Ik denk, ik neem een cadeautje voor je mee. Oh. Kijk eens even. Oh, dat is een verrassing. En leuk en ook lief en aardig van je. Visjes. Wat zijn dit voor visjes, Hans? Nou, ik dacht, je hebt nu al die ramen schoonmakers in je aquarium zitten. Ja. En dit zijn zeg maar de vuilnismannen voor het aquarium. Die ruimen de rotzooi van de bodem af. Oh. Corridorasjes. Hoe? Leuk voor je aquarium. Corridoras. Corridoras. Leuk voor je aquarium. Fantastisch. Nou, geweldig, dankjewel. Goed zo. En ik heb nog een zak voor je. Oh. Wil je die dan even vasthouden? Dan gaan we hier nog even kijken. Wat word ik verwend, hè? Nog meer visjes. Ja, ik dacht, je hebt die gupjes als een kleur en dit is weer een ander kleurtje. Vult een behoorlijk beetje op en het is wat vrolijker. Fantastisch. Als jij ze vasthoudt, dan gaan we gelijk naar mijn aquarium. Rij even mee. Is goed. Nou, leuk dat je er weer bent, man. Ik vind het leuk om in je park te zijn, Bamboebil. Zo, daar zijn we dan. Hans, als jij nou voor mij die vissen alvast in dat aquarium wil doen, zal ik even een kopje thee zetten. Kunnen we daarna lekker een kopje thee op de veranda drinken? Doen we, Bamboebil. Hé, Bamboebil, dat aquarium ziet er prachtig uit, zeg. Je hebt hem goed bijgehouden. Dankjewel. Ja, ik zal de visjes er even in stoppen. Oh, heel goed. Doe je voorzichtig. Ja, ik moet eens even kijken hoe ik dat ga oplossen. Maar dit gaat zo prima. Ik hang die zakjes er even in, dan kan de temperatuur een beetje gelijk worden aan het water van jouw aquarium. Okay. Dat is wat beter voor de visjes. Nou, de temperatuur van de thee is ook goed, hoor. Ik ben er klaar voor de thee, hoor, Bamboebil. Goed zo. Hé, Bamboebil, kom nou eens kijken. Je hebt een heleboel kleine guppies. Och, ja, kleine guppies. Ik dacht al, die ene is zo dik, die heeft te veel gegeten, maar ja. Kleine guppies... Dat moeten we vieren. Met beschuit en muisjes. Beschuit met muisjes. Nou, doen we. Op de veranda, met de thee. Roze en blauwe muisjes. Voor de jongetjes en de meisjes, guppies. Hey, lekker, Bamboebil. Maar, Bamboebil, één beschuitje had ik wel genoeg. Was toch gezellig. Hey, ik vind het ook zo leuk dat je er bent, man. Hoe is het met de visjes in het land? Nou, ik heb van de week nog eens een rondje gemaakt door het land. Maar die vissen die voelen zich als vissen in het water. Maar even wat anders, Bamboebil. Ik heb begrepen dat je piranha's hebt. Ja. Nou, ik, Jan, hè, hier in het aquarium. Zijn er wel 40. Nee, maar nu je hier toch bent, kun je mij niet even helpen met een paar vragen beantwoorden? Ik krijg namelijk heel veel vragen van kinderen in het land over vissen. En als er eentje verstand van hebt, dan ben jij natuurlijk, hè? Hey, natuurlijk, Bamboebil, geen probleem. Ik zou zeggen, haal die vragen maar. Dan maken we er werk van. Kijk, een postzak met vragen. Zo, Bamboebil. Je zei een paar vragen. Ja. Dat zijn er niet een paar. Dat zijn er wel honderden. Oh, maar wel lang niet alles. Moet je kijken. Bamboebil. Niet de honderden. Dat zijn er wel duizenden. Jeetje. Ja, een Bamboebil. Zo. En je bevriest als een Eskimo. Wordt een beetje veel van Hans de Visserman. Maar die vragen doen we gewoon de volgende keer. Wat zit er al erop? Het is alweer afgelopen. Ik zie je snel bij de volgende Jungle Club. En het avontuur gaat verder op jungleclub.nl. Nou, ik neem nog een beschuitje. Bamboebil die helpt je van de regen en de drup. Dus we zien je snel weer in de jungle. Club.